Zo. Daar draai ik even. Ja, even afstand. Ja. Ik ben net thuis gekomen, ben klaar. Ik ben nog niet gedoucht. Dit was dag 2. Was een hele mooie dag. Het was vanochtend en vanmiddag was het bewolkt. Later brak de zon door. Maar het betekent dat vooral het eerste deel gewoon heel prettig wandelweer was. Niet te koud, niet te warm. De eerste half uurtje heb ik het best moeilijk gehad. Ik had veel last van mijn voeten. Ik had er ook geen goed gevoel bij. Ik dacht van nou, dit wordt helemaal niks. Maar op een gegeven moment na een keer of drie opnieuw de schoenen, de veters strikken. Toen verdween alles en vanaf dat moment heb ik eigenlijk als een kieviet gelopen. Het ging prima, probleemloos. En ik dacht, ik neem nu even het filmpje op voor de Martinuskerktoren. Omdat ik ook een paar religieuze en niet-religieuze dingen in mijn verslagje heb van vandaag. Verder vooral wat beelden van de drukte. Van het in Nijmegen door het centrum lopen. En dan zie je hoe enorm publiek dit trekt en wat voor feest het is. Het was echt een fantastische, grandioze dag met heel veel hoop. Ja. Dag 2, met een heleboel mensen weer onderweg. Eens kijken wat ik vandaag allemaal tegen ga komen. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Zijn jullie nou pauze aan het houden of aan het werk? Wij zijn pauze aan het houden. Hè? Nee, ons hele werk is hobby. Ja, jullie zijn inzetten voor Alzheimer de dingen. Ja, mooi. Nou, onder meer. Hè? Ja. Wij specifiek voor Parkinson beweegstoornis, ja? Tenminste zijn wij van. Oké. Maar bewegen is heel belangrijk, dus het is heel goed om dan hier in ieder geval aan te moedigen. Hè? Kijk, daar heb je... Nou, ik ben wel benieuwd, hebben jullie nog iets stichtelijks te melden? Wat zegt u? Ja, hebben jullie nog iets stichtelijks aan de mensen te melden? Wij brengen de zegen in de naam van onze vrouw. Dus we zijn wel gezegend. Ik kan nu gewoon gerustgesteld voortgaan met hem. Halleluja! Halleluja! Dankjewel! Hey, veel plezier! Waar ben je?